Bauke en de Elvis Matters Band. Die zijn de nieuwkomers op ons podium vanavond. We zijn in het Atlas Theater. Het theater waar ik ieder jaar wel sta. Gelukkig voor het gevoel. Doe in mijn kerstconcerts. Ik heb in een aantal shows staan. In plaats dat je de Elvis pak ziet, is dit eigenlijk hetgene wat ik aan heb op stage. Ik ben niet de imitator, laat ik het zo zeggen. En dit is dan outfit 2. Ik werd op een gegeven moment vergeleken met Elvis, mijn stem tenminste. Ik was toen een jaar of 18. Ik dacht in de eerste instantie dat het meer voor wat oudere publiek was. En toen was er op een gegeven moment een meisje van mijn eigen leeftijd die naar me toe kwam. En die vroeg of ik een liedje van Elvis kon, want mijn stemgeluid vond ze daarop lijken. Toen ik dat liedje te horen bracht, toen kwam ze naar me toe en toen legde ze de hand op mijn mond. Want ze geloofde niet dat ik het zong. Nou ja, dat is wel natuurlijk leuke aandacht als je dat op dat moment krijgt. Dus ja, toen ben ik ook wat meer gaan verdiepen in de muziek van Elvis. En daardoor is eigenlijk tot stand gekomen dat ik Elvis ging doen. Dat meisje is niks geworden, nee. Elvis is eigenlijk de eerste pop-icoon die geleefd heeft. Zelfs jonge mensen die worden fan van Elvis, terwijl de man niet eens meer leeft. De naam van de band is tot stand gekomen doordat ik na het programma Waar is Elvis contact kreeg met Elvis Matters Band. Toen ik het programma won Waar is Elvis, vroegen ze mij of ik een geheel concert wilde doen met hun. Dus ja, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. We zijn nu 10 jaar verder en ik werk nog steeds met hem. Het is echt Bauke en Elvis Matters Band. Ik ben de zanger van de band. En Elvis Matters Band is een naam die puur om Elvis draait. De muziek van Elvis, dat is hetgene wat matters. En daar gaat het. Has a snowfly. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in a ghetto. What a mooie stem. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in a ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries in the ghetto. Zo, Bauke, die stem. Jij ging hier staan, jij gaat zingen en ik hoor die stem en denk, wauw. En ik zie goede cijfers. Ik zie Angela helemaal met de mond open, met een 8,5 zitten. Dit was de kennismaking. We zitten al een paar weken naar alle bandjes te luisteren. Komen jullie opeens. Heel verzorgd. Goed koortje ook, dames. En wat een stem, Bauke. Dank je wel. Thank you very much. Weet jij nog het eerste moment dat je iets van Elvis hoorde en dat het je diep raakte? Of ben jij niet zo'n... Ja, zeker. Zeker. De eerste keer dat ik echt Elvis hoorde, toen het me heel diep raakte, was met If I Can Dream. Ja. Ja. Het ziet er goed uit. Een 8,5 heb ik gegeven. Dankjewel. Een heel mooi cijfer. En Spike, je hebt ook genoten met je 8,5, zie ik. Ja, man. Jezus, ja, kijk. Je moet maar net de mazzel hebben dat je geboren wordt
met zo'n gouden keeltje als jij. Want het komt gewoon heel dicht bij het origineel. En daardoor, als je dan je ogen dicht doet, denk je, nou, de pleuris, joh, weet je wel, het is hem gewoon. Ja. En, ja.